Ontslagcoach MKB is een nieuw initiatief van Overhaul Human Resource Solutions. Simpelweg komt het erop neer dat wij MKB-ondernemers willen helpen bij het opzetten van een ontslagdossier. We helpen de ondernemer bij het beëindigen van het dienstverband. Het zijn vaak werknemers waar ze heel graag van af willen om allerlei moverende redenen. Wat die reden is, dat maakt voor ons niet zoveel uit. Complexiteit, ook dat is iets waar we naar kijken. Heel vaak ontstaat complexiteit door ziekteverzuim in combinatie met dysfunctioneren. Daar zijn wij specialist in om ook hele complexe dossiers goed aan te pakken. Anders dan advocatenkantoren hebben wij een hele praktische HR-benadering, Human Resource Management. We kijken heel goed naar de feiten. Natuurlijk hebben we verstand van arbeidsrecht en weten wat de spelregels zijn. En kijken we ook hoe er binnen die vigerende spelregels gehandeld is. Maar wat misschien nog belangrijker is, is van hoe gaat een manager met een betreffende medewerker om? Welke gesprekken hebben er plaatsgevonden? Is een werknemer verwijtbaar? Heeft een werkgever goed gehandeld de afgelopen periode richting die werknemer? Dat zijn zaken die zijn heel belangrijk. Daar kijken we naar. Dan maken we een status quo op. En op basis daarvan komt er een plan van aanpak met aanbevelingen. Als u als ondernemer, als mijn toekomstige klant zegt ja, help ons daarbij, dan gaan we aan de slag. Wij komen alleen maar in aanraking met u als ondernemer of met de door u gedelegeerde manager. Niet met de werknemer, die zien wij niet. Als er gesprekken moeten plaatsvinden, is dat de leidinggevende met die desbetreffende werknemer die door ons vooraf geadviseerd wordt. Die weet van de hoed en de rand, weet exact hoe hij dat gesprek in moet gaan. Bij hoge uitzondering komen we mee, komen naast de leidinggevende zitten. Maar in principe is dat niet nodig, omdat de leidinggevende dat uitstekend zelf kan. Wat wij wel heel erg goed in de gaten houden, zijn de stukken goed, de dossieropbouw. Dus beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, correctiegesprekken, schorsingsaanzeggingen, problematieken met concurrentiebeding, poortwachtersdossiers, daar kijken we heel erg goed naar. En als wij denken dat het nodig is om gesprekken te voeren, dan gaan we dat inplannen. We gaan u als klant informeren over hoe dat in zijn werk gaat. Ja, ook poortwachtersdossiers, die worden door ons uiteraard helemaal doorgeakkerd en geanalyseerd en worden bekeken op, hoe ligt dat, hoe staat dat erbij? Is er sprake van situationele arbeidsongeschiktheid? Of is iemand gewoon medisch ziek? Dat zijn allemaal variabelen die meetellen, die we moeten meewegen in de beoordeling. Uiteindelijk moet het plan altijd leiden tot een ontslag. Het moet leiden tot een ontslag. En er zijn drie wegen voor. Dat is een vaststellingsovereenkomst, oftewel met wederzijds goedvinden. De werknemer gaat ermee akkoord. Zij het wel onder bepaalde voorwaarden. Als die werknemer niet wil meewerken, dan gaan we naar het UWV of naar de kantonrechter. Daarbij ons laten leiden door het nieuwe ontslagrecht die daar richtlijnen voor heeft. En uiteraard kijken we naar de bepalingen in uw cao, wat daarover gezegd wordt, voor zover het van toepassing is. En kijken wij ook naar wat er in de arbeidsovereenkomst staat en wat gewenst is. U krijgt van ons ook te horen wat de kosten zijn. Zowel de ontslagvergoeding die eventueel aan de orde komt, als onze kosten. Nou, wat dat laatste betreft, wij zijn buitengewoon transparant. Een scan, wilt u een scan wat inhoudt? Wij kijken naar het dossier en geven dan een beoordeling en een plan van aanpak en een aanbevelingen. €150. Als u daarna zegt, ik wil heel graag met jullie door. Jullie mogen dat dossier verder behandelen. Dan wordt er een bedrag, wordt dan €1500. En dan bent u ervan overtuigd en verzekerd dat uw ontslag bij ons in goede handen is. En dat wij er alles aan gaan doen met 99% zekerheid. Dat er een ontslag aan gaat komen. Nou, wilt u meer weten? Bel mij gerust op om eens een vrijblijvend gesprek te doen. Ik kom graag bij u langs, dan praten we verder.